Hallo lieve mensen en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Weer een nieuwe aflevering van De Laatste Loodjes. Ik zou het eigenlijk gaan hebben deze aflevering over sporten en bewegen. Maar ik heb afgelopen week natuurlijk geen video online gezet. Toen kwam omdat ik niet de motivatie en de inspiratie had. Dus ik dacht het sluit veel beter aan om het hierna te hebben over mindset. Voordat we beginnen met de video zou ik het heel erg leuk vinden als jullie even abonneren op mijn kanaal. En even dat duimpje omhoog doen voor deze video. En dan gaan we nu van start. Ik ben van mening dat net zoals voeding 80% is, mindset net zo belangrijk is. Want als je hoofd niet wilt, dan gaat je lijf ook niet. Zit je niet lekker in je vel, val je ook minder snel af. Probeer ook na te gaan dat bijvoorbeeld sporten een serotonine booster is. Dat je daardoor gewoon oprecht beter gaat voelen. Goed, dus mindset is belangrijk. Want als jij niet wil of geen zin hebt om af te vallen, dan gaat het dus ook niet gebeuren. Want dan is elk dingetje weer een excuus om het niet te doen. Zorg dat je mindset goed is. Zorg dat je de motivatie hebt. En daar zijn natuurlijk meerdere trucjes voor. Of trucjes, dingen die kunnen werken. Hoeft niet, kan wel. Dat is nogmaals bij alles. Weer even een disclaimer dat ik natuurlijk geen diëtiste ben. Ik ben geen personal trainer. Ik heb er niet voor gestudeerd. Dit zijn mijn bevindingen, dingen die ik handig vind. En dingen die mij geholpen hebben. Dus daar gaan we. Numero uno. Ik vind het fijn om een moodboard te maken en dat te combineren met affirmaties. Affirmaties voor een gezond lijf kan je gewoon opzoeken. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb een gezond BMI. Ik voel me gelukkig en gezond in mijn lijf. Ik weet ze even niet precies uit mijn hoofd. Ik zet ze er wel even bij. Als je dat gewoon intikt op Google, kan je gewoon affirmaties vinden die bij jou passen. Punt 2 is een moodboard maken of een vision board. En dat hoeft niet zo'n groot bord. Ik heb echt zo'n moodboard gemaakt voor heel 2023. Maar dat zou je ook kleiner kunnen maken voor je sportdoelen of voor je afvaldoelen of voor je aankomdoelen. Het ligt er maar aan wat je doel is natuurlijk. Ik heb een gast. Zorg ervoor dat je daar plaatjes op zet die matchen met jouw doelen. Dus wat voor lijf je mooi vindt, hoeveel kilo je wil afvallen, wil aankomen, wat je sportdoelen zijn. Zodat je dat ergens neerzet op een plek, zodat het jou kan motiveren, zodat je er elke dag naar kijkt. Want als je iets vaak genoeg ziet, of zoals de affirmaties vaak genoeg herhaalt, gaat je brein het geloven en ga je er automatisch naar leven. Nummer 2. Maak foto's. Maak before foto's en maak om de week een foto. Soms zie je bijvoorbeeld in je gewicht niet zoveel gebeuren, maar als je dan naar je foto's kijkt, zie je, hey, wacht eens even, er gebeurt wel degelijk wat. Dat zijn gewoon handige tips, want weegschaal kan je nogal eens foppen. Net zoals de dag na het sporten op de weegschaal gaan staan, dan 9 van 10 keer denk je, huh, waar heb ik dat gisteren voor gedaan? Maar dat komt dan omdat je spiermassa aankomt. Hou in rekening dat spieren zwaarder zijn dan vet. Maak foto's, zodat je je progressie ziet. En dat is ook leuk voor aan het einde om je doelen te zien. Om je doelen werkelijkheid te zien worden. Dus maak foto's. Nummer 3. Maak doelen die bij jou passen. Dus wat bij jouw lichaamstype past. Wat bij jouw lengte past. Wat bij jouw leven past. Maak doelen die bij jou passen. Zoek desnoods een personal trainer, een diëtist op. Als je daar hulp bij nodig hebt. Die hebben daar professioneel verstand van. Maar zo heb je doelen die haalbaar zijn voor jou. Want onrealistische doelen gaan demotiveren. Dan, als jij nooit sport. En jij gaat meteen als doel neerzetten. 6 dagen per week naar de gym. Minstens 1,5 uur knallen. Dat ga je niet volhouden. Dat zijn onrealistische doelen. Begin klein. Bouw het op. Maar zorg dat het bij jou past. Ga ook niet vergelijken, want jouw lichaam is iemand anders lichaam niet. Misschien heeft iemand van de start al veel minder vetpercentage of whatever, want het ligt er natuurlijk aan wat je doel is. Maar even op mezelf, ik wil natuurlijk afvallen. Hou de doelen voor jou persoonlijk en realistische doelen. En dus gezonde doelen. En dus niet die kilo per week. Ik zeg je eerlijk, ik heb er moeite mee gehad, omdat ik voor... We begonnen met het Fire Lounge boek en
ja, toen verloor ik toch wel snel kilo, soms wel 1,5 kilo per week. Dus als ik nu maar 0,5 kilo per week verlies, denk ik, jeetje, wat weinig. Maar dat is helemaal niet weinig. Dat is alsnog hartstikke veel en hartstikke gezond als je het op een langzame manier doet. Op een langzame manier hou je het ook gewoon langer vol. Dus. Moet ik nog 1 plekje hebben? Tip nummer 4. Volg influencers, content creators, YouTubers, whatever, die jou inspireren en motiveren. Niet die jou onzeker maken. Er is een heel range aan aanbod van mensen die fitnessdoelen laten zien, die voedingsplannen laten zien, die voedingsschema's laten zien, die sportschema's laten zien. Zoek iemand uit die jou motiveert en niet iemand die jou onzeker maakt. Zodat als je daarnaar kijkt, dat je denkt van ja, dat wil ik ook halen. Daar ga ik voor. Nogmaals, vooral bij deze is het ook weer belangrijk dat je punt 3 in je achterhoofd houdt. Want realistische doelen voor jezelf. Hou rekening dat influencers, vooral sportinfluencers, of ik weet niet of je dat sportinfluencers noemt, maar content creators die zich focussen op fitness, dat is ook hun verdienmodel. Die hebben hoogwaarschijnlijk niet zoals jij nog een 9-tot-5 baan of sowieso een normale baan. Influencer zijn is natuurlijk ook een baan, maar je hebt werken en je hebt werken. Hun verdienen dus aan hun lijf, hun verdienen dus aan het sporten en aan het bewegen. Dat betekent dus niet dat jij net zo vaak als hun naar de gym hoeft te gaan. Dat je net zoals hun zulke perfecte ontbijtjes moet hebben. Dat je altijd maar goed in je proteïne en in je vetten, in je dingen, elke dag maar weer. Dat als je op vakantie gaat, dat je zelfs op vakantie alleen nog maar de gezonde dingen eet. Hun verdienen met hun lijf, dus voor hun is het belangrijk dat het dus altijd top tip eruit ziet. Want daar kijken mensen naar. Voor jou maakt het natuurlijk eigenlijk geen uit als jij gewoon op vakantie een keer even laat gaan. Maar wees dan wel realistisch naar jezelf dat je dat dan daarna weer moet oppakken en dat je dat hoogwaarschijnlijk even terug gaat zien. Maar dat is, als je dat 1 week verpest, ben je niet meteen terug bij af. Nogmaals, influencers die je inspireren en die je motiveren, zodat je dus in de gym bijvoorbeeld bepaalde oefeningen durft te doen, omdat je goed kan kijken hoe iemand het uitvoert, dat je er tips over krijgt, dat je tips over voeding krijgt. En dat je dus inderdaad misschien diegene wel op je moodboard kan plakken van, hey, dat wil ik graag bereiken. Maar hou in je hoofd wat realistisch is voor jou en wat bij jouw levensstijl past. Eigenlijk is het ook een beetje nummer 5, maar misschien ook weer niet. Ik heb nou 400 andere plekjes, maar ik blijf lekker even hier zitten als je het goed vindt. Wees wat liever voor jezelf. Ik denk dat we in deze wereld te hard voor onszelf zijn. Probeer gewoon gezond te leven. Slank is niet per definitie gezond. Dik is niet per definitie ongezond. Maar als jij gezondheidsnadelen ervaart, ga er dan wat aan doen. Ga naar je voeding kijken, ga naar je beweging kijken. Wat je daar kan in aanpassen, wat bij jou past. Maar niks hoeft perfect. Note to self. Ik vind dat ook moeilijk, want ik wil ook alles meteen perfect doen. Maar net zoals nu dus, heb ik een week een gigantische terugval gehad. Omdat ik 3 weken mezelf van alles ontneem. Ik probeer mezelf wijs te maken dat ik mijn dingen gun. Maar ik merk ook dat ook al gun ik mezelf, dat ik me hier in mijn koppie, neem ik het mezelf kwalijk dat ik dus nog wat gegeten heb. En ga ik dus nog extra stuk lopen. Extra een keer naar de gym. We moeten leren wat liever voor onszelf te zijn. En gewoon te gaan kijken naar, oké, in mijn voedingspatroon, wat kan ik aanpassen wat gezonder kan. We hebben tegenwoordig zoveel bewerkt voedsel. Maar heel eerlijk, gezond voedsel, puur eten, is vaak gewoon duurder. Maar je kan er kleine aanpassingen maken wat een groot verschil kan maken. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we wat liever voor elkaar gaan zijn. En dat dingen wat realistischer zijn. Want ik vind, ja, ik heb net zoals met zwangerschap, ik vind het echt fantastisch knap als jij binnen 2 weken weer in je oude sportbroek past. Of in je oude sportbroek. Daar pas je meestal nog wel in. In je oude jeans past. Maar dat wordt een soort wedstrijdje onder vrouwen om zo snel mogelijk weer in je oude broeken te passen. Terwijl ik denk van, lieve schat, je hebt net een kind op de wereld neergezet. Geniet even van je newborn in plaats van wat de wereld van jouw lijf vindt. Of hoe snel jij weer in shape moet zijn voor jezelf. Ik vind dat
een beetje negatieve uitlating. Ik zie ook dat bijvoorbeeld mensen dan heel negatief eronder reageren. Van, dat hoeft ook weer niet. Mensen kunnen daar trots op zijn. Je mag daar trots op zijn. Maar het wordt nu een soort wedstrijd. En dat vind ik, nou ja, niet iets wat realistisch is. Nogmaals, dan heb je weer de influencers, de modellen, de actrices. Maar die hebben het van hun lijf. Die moeten het van hun lijf hebben. Dus hoogwaarschijnlijk passen die de gehele zwangerschap ook net iets meer op dan bijvoorbeeld ik. Die komen niet 30 kilo aan. Dus dan moet ik ook zelf op de baren zitten. Maar dan is het dus nogmaals niet realistisch om binnen 2 weken weer in mijn broek te passen. Dat gaat niet. En dat hun dat trots weer laten zien is natuurlijk logisch. Want als jij model bent, dan verdien jij aan je lijf en hoe je eruit ziet. Dus dan ben je trots dat je dus weer erin past. Maar dat is dus weer nogmaals niet voor iedereen weggelegd. En niet jouw doel. Dus kijk naar jouw doel, naar jouw benodigdheden, naar jouw omgeving, naar wat voor jou mogelijk is. Want het moet ook nog leuk blijven. Nogmaals, je kan ook gezond zijn op een normale manier. En hoef je niet alleen maar cottage cheese en luxe salades en 's avonds nooit meer McDonald's of whatever. Nou, McDonald's kan je misschien beter gaan laten als je een gezonde lijf stelt. Maar af en toe kan die best wel. Ik vind nu de trend dat sommige mensen een beetje doorslaan. Waardoor jij als normale consument of... Ja, ik wil ook weer niet zeggen dat natuurlijk influencers niet normaal zijn, maar... Dan posten ze bijvoorbeeld, ja zie je, kijk, ik kan ook genieten. En dan posten ze bijvoorbeeld een toetje, dat ze het eten. Maar die delen ze dan. En dat is dan alsnog een hoog proteïnekoekje waar dan iets overheen is gegaan. Maar dan denk ik, nee, als jij dus gewoon ook even gaat genieten, pak je dus een normaal koekje. Of een normaal toetje. Dan gaat die weer niet per se iets hoog in proteïne zijn. Net zoals, oh lekker even een snack. En dan hebben ze een snack met... Een rijstwafel met pindakaas. Je kan het lekker vinden, maar een lekkere snack, sorry mensen. Ik denk dat sommige mensen zich niet meer durven te genieten of zo. En ik snap ook wel dat als jij op een gegeven moment in de gym bent en je krijgt abs en je krijgt opeens een bepaalde lijn, dat je dat bang bent om kwijt te raken. Maar dat ben je niet na 1 snicker kwijt. Of dat ben je niet na... Ik denk dat je 1 keer per dag best wel wat zoets of wat lekkers kan hebben. Maar nogmaals, kijk... Wat jouw doelen zijn. Als jouw doelen zijn geen suiker meer. Als jouw doelen zijn niet meer bewerkt voedsel eten. Dan kunnen dat soort dingen niet. Maar dan past dat dus bij jouw doel. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik vind het zelf ook een beetje moeilijk om het uit te leggen. Omdat ik het zelf 100% nog niet beheers. Ik weet hoe ik moet sporten. Ik weet hoe ik mijn voeding moet aanpassen. Maar bij mij is mijn mindset echt een dingetje. Ik merk echt dat ik van vroeger uit ben ik gepest. Dat ik dik was. Als ik de foto terugkrijg, ik ben nooit dik geweest, maar het zit toch in mij. Ik merk dus wel dat als ik het weekend uit eten ga, whatsoever, dan kan ik er echt oprecht van genieten. Maar op maandag voel ik me daar schuldig over. En skip ik mijn ontbijt. Ga ik minder eten? Ga ik extra lopen? Ga ik toch het weer proberen te compenseren, terwijl ik dus het weekend er wel van heb kunnen genieten? Dus ook voor mezelf is het nog steeds nood om een realistisch doel te stellen wat bij mijn leven past. Ik ben redelijk bourgondisch ingesteld, dus ik vind het gezellig om met mensen uit eten te gaan. En ik vind het gewoon niet gezellig als ik uit eten ga, dat ik dan de frietjes laat vervangen voor extra groentes. Of dan dus alleen maar een salade eet, of alleen maar dus dan gezond eet. Dat past dus niet bij mijn persoonlijkheid of hoe ik in het leven sta, waar ik geluk uit haal. Maar er moet wel balans in zijn, want het moet natuurlijk niet de klauwen uitlopen dat ik ongezond word. En dat is gewoon het belangrijkste. Dus lieverd, wees alsjeblieft wat liever voor jezelf. Stel realistische doelen, maak moodboards, maak affirmaties die bij jou passen. Volg mensen die jou inspireren. En maak foto's, hou je progressie bij, zodat je ook ziet wat er gebeurt. Maar nogmaals, wees alsjeblieft een beetje lief voor jezelf. En weet alsjeblieft een beetje lief voor elkaar. Je weet soms niet wat er achter iemand schuilt. Je weet af en toe niet wat voor leven iemand heeft. Wees lief voor elkaar. Help elkaar. Motiveer elkaar. Maar wees lief voor jezelf. Doei lieve mensen.